Zijn de Maastricht Dolfijn is een diesel-elektrische onderzeeboot. En hij is in principe wereldwijd inzetbaar. Hij is ook erg groot vergeleken met andere onderzeeboten van hetzelfde type. En dat betekent eigenlijk dat we wereldwijd met de diesel ergens heen kunnen varen. En vervolgens op de batterij heel stil onder water geheim kunnen opereren. Nou, in oorlogstijd zijn wij er primair voor om oppervlakteschepen en onderzeeboten van wie dan de vijand ook mogen zijn aan te vallen met onze torpedo's. Of bijvoorbeeld special forces aan land zetten om bepaalde acties te doen. Maar nu in vredestijd zijn wij eigenlijk vooral voor inlichtingen vergaren. En dan moet je je voorstellen, het is heel interessant hoe bepaalde schepen, landen, systemen zich gedragen als ze denken dat er niemand kijkt. En daar zijn wij voor. Maximaal zitten er 62 mensen hier aan boord. We kunnen met een bemanning varen van 54. Maar meestal proberen we ook wel zoveel mogelijk mensen mee te nemen om ook te trainen en op te leiden. Dus vaak zitten we al bijna helemaal vol. Meneer Pisas, zojuist aan boord van de Dolfijn geweest. Wat vond u ervan? Ja, heel interessant. Heel leuk. Ja, ze hebben ons de geschiedenis verteld van de ontstaan van de onderzeeërs. Ze doen een uitstekend werk. Ik zou het niet kunnen doen, want zoveel dagen eigenlijk onder de zee eigenlijk blijven is iets wat heel goed is eigenlijk. En wat mij ook goed bevalt is dat wij toch wel in samenwerking met Nederland zien dat we toch voor wat defensie betreft, dat wij toch wel goed daarmee bezig zijn. En het geeft toch wel een internationale blik dat wij allemaal samenwerken. En het is heel goed. Voor wat betreft de onderzeeën, als je het toch wel in de film ziet, is het helemaal anders. Ja, de compartimenten zijn toch wel kleiner, maar ze leven heel goed in de zin van dat ze toch wel allemaal met elkaar samen moeten werken. Dus als het samenwerken niet werkt, dan heb je groot probleem en ze doen dat. Kan jij iets vertellen over het duiken met een onderzeeboot? Hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Ja, dus er zitten eigenlijk 5 grote hoofdballasttanken helemaal rondom de boot. En eigenlijk moet je een beetje hetzelfde zien als een emmer. Dus als de emmer leeg is en je houdt hem op zijn kop en je drukt hem in het water, dan komt er geen water in, want de lucht kan er niet uit. Nou, dat is hetzelfde hoe het nu is. Dus nu, de onderkant is gewoon open, maar aan de bovenkant zitten vents en die zitten dicht. Kortom, de lucht die er allemaal in zit, daar kan het water nu niet bij. Dus blijven we drijven. Als we die vents openzetten, dan kan die tank zich vullen met water. Dan worden we zwaarder dan het volume wat we verplaatsen. Wet van Archimedes. En dan zakken we gewoon langzaam naar beneden. En dan met trimtanken proberen we het gewicht precies zo te krijgen dat we precies drijfneutraal zijn. Nou, dan kun je op een perfecte diepte kun je door de zee gaan. En als je er weer klaar mee bent, dan sluit je die vents weer. Dan hebben we hoge druk lucht. Dan blazen we de tanks weer leeg van water. Dan worden we weer te licht. En dan kom je weer aan de oppervlakte en dan ben je weer boven water. En meestal ga je gewoon één keer onder water. En dan blijf je een aantal weken onder water. En dan als je er mee klaar bent, dan kom je weer boven water.